Het moet in de toekomst voorkomen worden dat de staat financiële schade oploopt door de manier waarop de wet het aankopen van staatsvoertuigen mogelijk maakt. Minister Noor Mohammed van Openbare Werken wil daarom met spoed nog meer veranderingen aanbrengen in de comptabiliteitswet van 2019, die per 1 januari 2020 in werking is getreden. In de wet zijn er uitzonderingen opgenomen, zoals het aanbestedingsreglement voor werken in Suriname, wat aangeeft dat de oude comptabiliteitswet van kracht blijft. Daarnaast zijn er ten aanzien van punten zoals verslaglegging en verantwoording van de begroting geen wijzigingen. Dit impliceert ook dat de comptabiliteitswet van 1952 van kracht blijft. Voor het ministerie betekent dit onder andere dat er geen wettelijk vastgesteld drempelbedrag bestaat als grens voor een openbare aanbesteding. Tevens zijn de regels voor het vervreemden van staatseigendommen niet geldig en verklaart dit de reden waarom recentelijk vele voertuigen onderhands zijn verkocht. Noor Mohammed gelooft dat deze wet op het laatste moment is gewijzigd, waardoor het aankopen van staatsvoertuigen op deze wijze mogelijk werd gemaakt. Minister Noor Mohammed heeft inmiddels een verzoek tot herziening van de wet gedaan bij zijn collega van Financiën en Planning.